Dit is de review van Overwatch op de Nintendo Switch. Overwatch is een online shooter van de makers van World of Warcraft. Klinkt op zich best wat toe, maar er zijn meer online shooters dan ik kan opnoemen, dus wat maakt deze dan zo speciaal? Nou, om te beginnen. Overwatch distancieert zich van andere online shooters door de meer dan 30 verschillende heroes waarmee je kan spelen. Deze brengen namelijk elk hun eigen unieke skills en abilities. En dat zorgt ervoor dat je niet alleen je online tegenstanders aan het vernederen bent met kogels, maar ook met een pijltje hier en daar, soms gewoon je vuisten, of met magic. Het mag allemaal. Maar goed, nou kan ik mij best inbeelden dat als je dit allemaal zo ziet, je Overwatch best overweldigend vindt. Dus laat mij je even doorheen praten. Zodra je de game opstart, heb je de keuze uit Quick Play of Arcade. Later zal je ook nog een Ranked Mode aan toegevoegd worden. Maar, hoe steekt een potje Overwatch eigenlijk in elkaar? Een standaard potje Overwatch gaat als volgt. Je wordt ingedeeld in een team met 5 anderen. Aan jullie de taak om te aanvallen of te verdedigen. De objectives die bewaakt of overgenomen moeten worden zijn locaties op de map of een voertuig dat je van A naar B moet begeleiden. Dit alles gaat alleen lukken als je in teamverband speelt. Je speelt deze game echt samen en je probeert je rol in het team zo goed mogelijk te vervullen. Om dat te doen zijn de heroes van Overwatch opgedeeld in verschillende klasses. Zo zijn er de tanks zoals bijvoorbeeld D.Va, Reinhardt en Bastion. Heb je healers zoals Mercy en Sinjata, maar natuurlijk ook de attackers Soldier 66, Mei en nog veel en veel meer. Elk van deze klasse heroes hebben een eigen rol in het spel en het zo goed mogelijk vervullen van die rol is uiterst belangrijk voor de slaagkans van jouw team. Zoals ik eerder benoemde kan je in plaats van het reguliere Overwatch ook voor de arcade mode kiezen. Hier kom je alternatieve Overwatch game modussen tegen zoals het bekende Deathmatch of Capture the Flag. En ook mijn favoriet, Mystery Hero, waarin je elke keer dat je doodgaat een andere hero bent. En dit speel ik zelf heel vaak om alle heroes onder de knie te krijgen. Maar goed, ik hoor jullie denken, hoe speelt het nou eigenlijk op de Switch? Nou, toen ik Overwatch voor het eerst op de Switch speelde, viel het mij gelijk mee hoe het wegspeelde. Ergens verwachtte ik stroeve controls en dat allemaal niet natuurlijk zou voelen. Niks is minder waar en je kan zelfs de controls compleet naar wens instellen. Zo heb ik de sensitivity aangepast, waardoor alles nog wat smoother aanvoelt. Overwatch is qua ervaring op zijn best met wat online maten. Samen in teamverband victory op de beeldschermen toveren blijft elke keer fantastisch. Mocht je geen online maten hebben, dan is de game nog steeds genieten. Je kan namelijk makkelijk korte berichten sturen en zo toch tactisch met je team communiceren. Concluderend was Overwatch al mijn favoriete shooter op de PlayStation 4. Dat ik het nu kan spelen op mijn favoriete console de Switch is voor mij echt een droom die uitkomt door de handheld mogelijkheden. Blizzard weet hoe ze geweldige online games moeten maken en met Overwatch hebben ze een van de meest memorabele shooters ooit neergezet die je zeker een kans moet geven. Dames en heren, dit was mijn review van Overwatch voor de Nintendo Switch. Hopelijk vonden jullie het tof, drop zeker een commentje en dan zie ik jullie een andere keer.